Ik sta op dit moment bij de Oude Waal. Dat is dit water hier, wat achter de Biedland langs loopt. Daar verderop is een brug. Normaal kun je hier fietsen, maar het staat letterlijk helemaal onder water. Daar, even kijken, daar, bij dat kleine plantje verderop, is het normaal droog. Ik sta nu op een autoparkeerplaats voor schepen. En het water op de Rijn, van de Rijn, dat stroomt echt heel hard. Echt niet normaal. Komt er bijna over op de parkeerplaats hier. Daar. Echt nog 10 centimeter en het stroomt over. Kijk wat die bonk daar gaat. Gaat met de stroom mee. En nu even naar die brug lopen.
niet normaal, wat een stroming. Echt heel hoog water. Ik ga ervan uit dat daar een prullenbak is. Het lijkt op zo'n zak. Die net iets boven het water uitkomt. Ik denk niet dat het mogelijk is om daar te lopen. Nou, je voeten denk ik niet droog. Mijn schoenen zijn wel waterdicht, die heb ik net nieuw. Bij de Decathlon gekocht. Dat was maar 50 euro. Dat is echt heel goedkoop. Als je dat soort schoenen bij de Bever koopt, dan zit je tegen 180, 700 euro. Wat nadeel is, als er water in komt, omdat ze waterdicht zijn, komt het water er ook niet meer uit. Hier hoort normaal geen water te zijn. Het stuk parkeerterrein hier is ook afgezet. Ik denk alleen niet dat het water dat helemaal gaat bereiken. Hier kan ik al wel naar de andere kant met een sprongetje. Oh, die steen weer los. Dat ging bijna onderuit, joh. Ik zou wel een ronde onderkant hebben.
Even hier deze verhoging op. Heb ik weer een mooi uitzicht van Mauve. De laatste keer dat ik hier was met zo hoog water was afgelopen herfst, ergens rond februari. Daar lijkt wel lucht uit de grond te komen, allemaal belletjes. Daar loopt een iets donkere lijn. Dat is normaal het fietspad. Nou, dan kun je nou echt niet fietsen. Aha. Dit loopt dus ook dood. Ik denk alleen dat het water niet zo heel erg koud is. Ik denk ongeveer 19, 18 graden. Dat valt denk ik op zich wel mee. Je komt sowieso niet verder dan je knie in het water, daar ga ik vanuit. Maar dan moet ik wel even mijn schoenen uittrekken en zo. Mijn broek omhoog, dan kom ik er wel doorheen, denk ik. Valt inderdaad best wel mee met de kou. Kijk wat daar zit dan. Een enorme krekel. Dat is echt wel een joekel. Niet zo lang als mijn wijsvinger. Wat een ding. Die is echt heel groot. Ik heb nog een krekel op mijn hand. Dit water is echt lekker zeg, het is echt niet koud. Ik ga dat beest naar een droge plek brengen. Daar is hij vast wel blij mee.
maar echt wel lekker om zo te lopen hoor, door het water. Lekker of dat ding drijft. Nou, het wordt hier tot aan mijn knieën diep. Ik kan mijn broek niet verder opstropen. Als het een beetje nat wordt, dan vind ik het niet erg hoor. Het droogt wel weer. Het is zo warm vandaag. Een boot met een soort van camouflage zelf. Die ligt normaal natuurlijk droog. Het is maar mooi dat hij hem vastgezet heeft. Nu loop ik over het gras. En planten. Die is gewoon wat hoger, want er staat een boom. Dat is echt wel een goede temperatuur. Het is echt niet koud. Wel een mooi zeil die hij erop heeft zitten. Nou, dit is zo'n rubber bootje. Dat is een mooi ding. Er zit een wans. Dat is echt warm. Nee, dat zijn gewoon bloemen. Waarschijnlijk was het hier gisterochtend nog droog. Ja, dan is het toch raar. Dat zijn planten die normaal helemaal nu onder water groeien. Die zijn nou gewoon onder water. Is echt wel apart en bijzonder. Dat is echt warm. Hier is het pad weer. Al die
plantenresten tussen je schoenen. Ik denk dat het mij wel lukt om hier met de fiets te komen. Je staat een stukje terug bij een soort van ijsdrankenwinkel. Het zijn gewoon visjes, man. Gewoon over het pad. Dat is heel cool. Ze zijn echt snel ook. Dat is echt gaaf. En nu komt het water niet verder. Ik ga de video eindigen. Doei doei.